Gregor Breinburg, het begin van het seizoen is anders gelopen dan gehoopt. Hoe kan het zo zijn dat het afgelopen wedstrijd niet zo goed lukte? Ik denk dat we de dingen die we opgedragen kregen niet goed uitvoerden. Ik denk ook de manier van spelen, hoe wij speelden de afgelopen twee wedstrijden, als je kijkt naar de powerpercentage, dat dat niet goed genoeg was. Tegen Jong Ajax scoor je dan wel en tegen Willem II scoor je dan niet, dan ziet het er gewoon heel lelijk uit. Ja, slechte fases heb je misschien wel vaker meegemaakt in je carrière. Probeer de jongens daar ook mee te helpen, om door kop omhoog te houden bijvoorbeeld? Natuurlijk, je moet veel praten, maar ook weer niet te veel. Want uiteindelijk moet je gewoon presteren, daar gaat het natuurlijk om. Maar als je gewoon veel praat en duidelijkheid en gewoon één visie met z'n allen hebt, dan komen we echt wel hieruit. Daar ben ik wel van overtuigd. Nou, afgelopen seizoen had je soms wat last van blessures. Hoe is je fysieke staat op dit moment? Ja, gewoon prima. Ik voel me prima. Geen klachten. Dus daar ligt het niet aan. Nou, vrijdag kun je dus waarschijnlijk ook gewoon spelen tegen Jong AZ. Een ploeg die heel goed gestart is aan het seizoen. Ja. 4 overwinningen uit de eerste 5 wedstrijden. Ja, hoe bereid je je daar dan om voor? Ja, ik denk wat we deze week goed hebben gedaan is gewoon focussen op onszelf. Want tegen jong ploegen weet je maar nooit wie je treft in principe. En terug weer naar de basis. Terug om alles weer recht te zetten. Waar we in het begin van de seizoen en de voorbereiding aan zijn begonnen. En dat zag er redelijk goed uit vandaag. Ja, welke dingen zagen er dan bijvoorbeeld goed uit? Ja, de manier van druk zetten. Hoe we willen opbouwen. Hoe we dominant willen spelen. Herkenbaar voetbal willen spelen. Dus dat is voor ons allerbelangrijkste. Dus even, ja, voor ons ieder eigenlijk die bij ADO zit, even in de spiegel kijken. Even terug naar jezelf. Wat kunnen we goed? Waar zijn we goed? En dat doen. Waar hebben jullie dan het meest op gefocust deze week met de trainingen? Ja, op alles eigenlijk. Gewoon op hoe we gaan druk zetten. Wat het beste uitkomt voor het team. Natuurlijk het voetballen niet vergeten. Want als je de afgelopen twee wedstrijden kijkt, heb je gewoon heel weinig balbezit gehad. En dat is gewoon ondermaats voor ons te doen. Nou, heb je dan vertrouwen dat het vrijdag dat het ook in de wedstrijd eruit komt? Ja, tuurlijk. Natuurlijk heb ik vertrouwen. Als ik zo naar mezelf kijk, heb ik ook reflectie naar mezelf gedaan. Van Greg, je moet meer geven. Je moet wat belangrijker zijn. Je moet meer de rol van de leider op je nemen. Dat is gewoon een week van reflectie eigenlijk. En daardoor zijn er een paar gesprekken gekomen en het ging gewoon goed. Ben je dan ook veel in gesprek met de trainer? Want jij bent een van de meest ervaren spelers uit de selectie. Ja, wat voor rol dicht hij jou toe ook? Ja, dat is aan de trainer wat voor rol hij mij dicht. Maar ik praat natuurlijk wel met de trainer daarover. Ik vertel ook mijn gevoelens, mijn mening. En dan vertelt hij zijn gevoelens. En dan uiteindelijk komen we wel tot de conclusie dat we iets van hem en iets van mij pakken. Of van de groep. En dan uiteindelijk moeten we het toch samen doen. Dus het is een beetje geven en nemen.